Je bent 13, dus je kunt het niet. Die tegenwerking, je ziet enorme problemen tot en met rechtszaak aan toe. There's an interesting controversy. A 13-year-old Dutch girl wants to sail the world alone, but is facing pressure not to go from her own government. Maar ze keken dus totaal niet naar de skills die ik had. Op het moment dat je gaat kijken naar sommige van de meest succesvolle mensen ter wereld. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight. And I wonder what you think of that. I was very sad to see that. Daar gaat iets helemaal mis. Ons idee van hoe het zou moeten werken en hoe het werkelijk werkt zijn ontzettend ver uit elkaar. Florian Roos, de king van extreme learning. Zijn er wat onderwijsprofessionals, want die heb ik heel graag even handen. Het is niet zomaar een algemene leerstrategie, maar de meest optimale leerstrategie. Want we hebben allemaal het idee van die ideale onderwijsreis. Van als we een talent ontdekken of als we een passie ontdekken voor iets, dan wordt dat eigenlijk van nature gestimuleerd. En als ze deze methode hadden toegepast en echt naar mij persoonlijk hadden gekeken, hadden ze gezien dat ik die skills wel had. Dat ik al die tijd, die oefeningen erin had gezet. Als we naar dat woord onderwijs kijken, dan komt er bij ons allemaal een soort gevoel van ja, leuk, fantastisch, ja, maar ook ja. Je moet een test doen, je moet een examen afleggen, je moet een goed cijfer halen om een papiertje te halen dat je maar verder kunt. Waar bestaat onderwijs, zoals wij er nu over denken, nou eigenlijk uit? Voor dingen waar je weet dat ze gewoon ook totaal niet kloppen. Zoals ik ook vaak dacht van dit klopt niet, de werkelijkheid is totaal anders. Want je kunt het wel, maar je mag het niet. Extreem leren is iets totaal anders.